Gisteren tijdens de regeringspersconferentie, na de regeringsraadvergadering, kreeg de pers de gelegenheid om vragen te stellen aan de aanwezige ministers. Er werd een vraag aan minister Pralat Soudin van Landbouw, Veeteelt en Visserij gesteld, als het ministerie van LVV al een kort geding aangespannen tegen de uitgifte van de Stalweide. De bewindsman gaf als volgt antwoord. Kijkt u, Stalweide, oorspronkelijk is die kwestie begonnen nadat een stuk terrein van LVV of welke LVV toebehoorde, door mijn collega was uitgegeven aan een derde. En toen de uitspraak er kwam, je weet, mijn collega had daarna het terrein, tenminste de beschikking, ingetrokken. En daartegen heeft de tegenpartij een rechtszaak ingediend om het aan te vechten. En de staat wordt dan daarbij vertegenwoordigd door een advocaat, een staatsadvocaat. En uitgerekend deze meneer Harris Manhorret, die was aangewezen als staatsadvocaat, verschijnt niet. Er is een zaak van GBB, jegens de tegenpartij. En de heer Harris Manhorret is advocaat van GBB. En hij verschijnt niet. Dus wat hij precies bedoelt dat LVV stukken moest indienen. LVV was geen partij in deze. Nu hebben wij besloten van luisteren, want de bodemprocedure is al ingezet. LVV, afgelopen weekend hebben we besloten in Ikeri, gaat nu een kort geding aanspannen tegen de tegenpartij. Om alvast om te beginnen de tegenpartij te verbieden om activiteiten daar te ontplooien. Er grazen koeien daar, honderden koeien, meer dan 1000 koeien. En wat doet die meneer, nota bene in deze droge tijd, waar het gras heel erg traag groeit. En waar er lozingen naartoe zijn gegraven, greppels, met water gevuld voor de koeien zelf. Hij begint het heel terrein om te ploegen. Wat gebeurt? Het gras droogt verder en er is geen voeding meer voor die beesten. Een aantal van die eigenaars moesten zelfs koeien afvoeren. Omdat ze kunnen niet toezien hoe die koeien van honger omgaan. Een deel is al afgevoerd. Dus die kortgeding is gisteren ingediend. En ik heb nog geen antwoord binnen van wanneer de zaak voorgaat. Dus dat wachten we even af.